ik vind dat, als de mensen hier komen voor het eerst, dan kijken ze met verwondering dat het allemaal hier zo mogelijk is. Vandaag staan we in Den Andel bij de Holm voor editie nummer 3 van de meetups. Een meetup is een plek waar we bij elkaar komen met allemaal mensen die denken, ja, we gaan het anders doen. Anders dan wat de systemen en de regels voorschrijven. We halen het uit de kracht van de mensen. Het zorgen voor elkaar, het luisteren naar elkaar, omkijken naar elkaar. Wat hier in Groningen bijvoorbeeld is, dat kleine dorpen zijn die voor een deel leeglopen. En dat is echt een andere problematiek dan in het centrum van Amsterdam of in Maastricht of waar dan ook. 7 jaar geleden zijn we begonnen, school ging dicht. We dachten van nou, dat is eigenlijk het enige wat we nog hebben als sociale verbindingsfactor. Dus we zijn naar de gemeente gegaan en hebben gezegd van wij willen dit gebouwtje voor het dorp behouden. En we gaan er mooie dingen in doen. Zo gezegd, zo gedaan. En nu, 7 jaar later, is het een... ja, een bruisend multifunctioneel centrum. En hier zijn we bij de Holm als voorbeeld van zo'n dorpsinitiatief wat zich bewezen heeft inmiddels als een soort van ecosysteem waarin mensen leren van elkaar, elkaar helpen, elkaar verder brengen. Ja, ikzelf, ik geef hier ook in januari les. Ik ben een modeontwerpster geweest. Nou, dat doet me deugd, dat ik nog mensen kan beïnvloeden door creatief te zijn en ja, noem maar op. Ja. Vandaag praten we niet alleen, we gaan zelfs nog naar het circus, want daar is de aandachtsschenkerij en luisteren we echt naar elkaar. Ja, nou ja, de context waar we hier staan is eigenlijk maar één ding, is dat we naar de mensen willen luisteren. Heel simpel, als we graag willen dat dingen zoals de Holm, wat natuurlijk gewoon uit buurtbewoners is ontstaan, op meerdere plekken ontstaan in het Hoge Land, in Groningen, dan is het naar de mensen luisteren. En daarom doen we dit circus. Naar de mensen toe gaan en aan hun vragen, wat is voor jou belangrijk? We willen ook meer de regie leggen bij de inwoners, maar ook bij inwonersinitiatieven in de dorpen. Nou, er gebeurt hier best heel veel op het Hoge Land, in de dorpen. Mooie vormen van noberschap, zoals het hier heet, komen we tegen. De mensen die graag met mij mee willen, we gaan beginnen bij de ingang. Ik ben Ali en ik ben de expeditieleider van de Maakplaats, het mooie gebouw hierachter. En op woensdag dan is hier thuiskamer en dan zijn hier ook ouderen en ook wel jongeren die komen. Die of een rugzakje hebben of een indicatie. Ik wil het geen cliënten noemen, maar sommige mensen die bij ons werken of bezig zijn, hebben een hulpvraag en zie ik ook. Maar ik heb zelf geen expertise op dat gebied. Dus ja, ik zou best ondersteuning van hoe pak ik dit nou aan? Hoe doe ik dat? Nou, waar ik heel erg naar op zoek ben, zelf ook in mijn rol, is hoe komen we achter al die mooie initiatieven? Hoe verbinden we ons met organisaties die daar ook mee bezig zijn, zonder dat wij het overnemen? Wij hebben geconstateerd dat we heel veel zelf kunnen. Dus zorgen voor elkaar, letten op elkaar, het signaleren. Dus het informele krijgt toch een staartje en daar zoeken we naar. We hebben ook altijd gezegd dat we willen zorgen voor dit dorp. Ja, dat radicale vernieuwing, ook van de zorg, begint in het dorp zelf, bij de mensen, één voor één. Elke verandering start van onderaf. We kunnen elkaar en willen elkaar wel helpen. Alleen moeten we nog de weg vinden hoe we daar komen. En daar werken we bij de ledenvereniging heel hard aan. En ik denk dat op het moment dat we voorbeelden krijgen met heel praktisch hoe we het dan aan kunnen pakken, en dat komt uit die verhalen naar voren, dat we ook geïnspireerd raken dat we inderdaad weer zelf van invloed kunnen zijn op wat er gebeurt. Dat is in Den Andel een oplossing, maar in een ander dorp ziet dat er weer anders uit. En wat we als LOC de komende jaren willen bereiken, is dat de mensen in de dorpen en de steden en de wijken echt zelf weer het heft in eigen hand krijgen. En dat kun je medezeggenschap noemen, maar ik zou het liever zeggenschap noemen. Zelf ook kunnen bepalen en initiatief kunnen nemen. Dit hebben wij nodig, zo willen we het doen. En dat ook met elkaar organiseren en daar de ruimte voor krijgen. Tune in op het intellectuele vermogen wat er is bij bewoners om bij te dragen aan de samenleving. Zoveel mensen willen dat. En zoveel mensen hebben ideeën, maar ook de kracht en de zin om dingen te doen, dat het doodzonde is als je die capaciteit laat liggen. Er is eigenlijk maar één woord voor de Holm, dat is samen. Ja.
We doen alles samen. En dat zou je ook echt missen als de hol er niet was? Oh, ik zou binnen de kortste keer hartstikke ziek zijn, want dan piekeur ik muziek. Ja? Ja. En dan denk ik van ja, ziek, ja, dat bedoelde ze letterlijk. Ze zou gewoon ziek worden van, nou ja, heimwee of eenzaamheid of wat dan ook, als ze hier niet meer zou kunnen komen. En ik denk, ja, zo groot is de impact van zo'n heel simpel initiatief waarbij een school ter beschikking stelt aan het dorp met een winkeltje, een kringloopwinkeltje en van die praattafels en een atelier. Het is allemaal helemaal niet zo ingewikkeld om te organiseren als je het lokaal kunt doen, maar de impact is echt enorm.